Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag 24 januari en het is nu 11:15. Ik heb om 11 uur rijles. Waarschijnlijk denken jullie echt, wanneer ga ik ooit mijn rijbewijs halen? Maar dit is waarschijnlijk iets van mij, maar ik ben sowieso al een keer 4 maanden gestopt met mijn rijlessen. Dus ja, dat is niet echt heel slim. En ik vergeet gewoon altijd mijn rijles in te plannen. Maar ik denk dat het binnenkort wel gaat gebeuren. Het is wel een soort van al ingepland. Maar doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer nog even op mijn kanaal. Want waarschijnlijk heb ik dat nu wel als ik deze video online staat. Maar ik heb bijna de 10.000 subs. Eindelijk, yay! Daar ben ik echt super blij mee. Want hoeveel heb ik er nu? Volgens mij moest ik er nog iets van 20 of zo. Even kijken. Ja, nog 20. Nog 18 bedoel ik. En dan heb ik de 10.000. En ik ga nu naar beneden, want ik heb zo rijles. Oké, ik ben al terug van rijles een tijdje en het ging heel goed. En ik ga nu lekker in bed Netflix kijken. Wel wil ik nog iets zeggen, want ik heb morgen mijn Engels toets. Dus ik ga daar straks ook nog voor leren. Ik moet een brief schrijven. Maar sommige mensen zijn heel benieuwd hoe het nu met Engels gaat. Want daar kreeg ik best wel veel de vraag over. Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk om even te vertellen. Ik zal mijn licht nog even aanlaten. Ik lijk echt een lijk. Maar ik heb 2 keer een 6,8 gehaald voor mijn Engels. En een 5,4. Dus ik ben echt heel blij, want nu sta ik gewoon heel goed. Dus dan ga ik ook sowieso met een beter gevoel mijn examens in. Maar ik ga nu een documentaire op Netflix kijken. Ik weet even niet hoe het heet. En daarna ga ik even leren. Oké, ik lig alweer een tijdje in bed. Echt mega slecht. Het is echt 6 uur of zo. Maar mijn telefoon doet zo raar. Ik haat het echt. Ik weet ook niet hoe het kan. Maar elke keer opent hij zelf apps of waar mensen bellen of hij... Als ik dan op Insta ben, dan gaat die foto's lijken zonder dat ik het aanklik. Waarom stelt hij niet scherp? Ik word er echt gek van. Net ging opeens muziek al spelen. En ook elke keer gaat mijn Siri aan. En als ik hem dan aan en uit heb, mijn telefoon doet hij het wel weer even. Maar ja. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 26 januari. En ik heb gisteren niet gefilmd omdat ik in de ochtend... had ik mijn Engels toets, zoals jullie weten. Zoals ik had gezegd, volgens mij. En dat was al heel vroeg, dus ik was gewoon vergeten mijn camera mee te nemen. Maar ik ga zo meteen met Immy naar de stad. Dus ik dacht, ik ga vandaag gewoon weer lekker filmen. En de brief die ik moest schrijven voor Engels ging best goed. Oh ja, en ik heb de 10.000 abonnees gehaald. Dus ik wil jullie echt super erg bedanken. Echt heel erg. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus... ik wil natuurlijk ook iets voor jullie gaan doen. En er komt sowieso een giveaway aan. Maar ik dacht, misschien vinden jullie het leuk. Een 10.000 special of zo. Maar ik weet gewoon echt niet zo goed wat. Stel dat je een creatief idee hebt. Laat het dan achter in de comments. En misschien doe ik dat wel. En, maar er komt sowieso wel een giveaway aan. Yay. En wat wilde ik nog meer zeggen? Ik heb geen idee. Ik zal mijn outfit even laten zien. En dan ga ik met de bus naar de stad. En dan ga ik met Imme cadeautjes kopen. En misschien even wat foto's maken. Oké, wat ik aan heb. Stel scherp. Ik heb een haarbandje in. Ik heb dit gestreepte shirt van de Pool & Bear aan, volgens mij. En deze flare jeans van de Sting. En ik ga nu naar de stad toe. Ik ook. Ik ben met Immy in de stad. En we hebben alleen maar shampoo gekocht. En voor de rest nog helemaal niks. En we gingen net foto's maken. En het was echt heel ongemakkelijk. Nou, eigenlijk ging Immy foto's van mij maken. Toch? Ja. En waar gaan we nu naartoe? Weet ik veel. Naar de Haarlemmerstraat. En we zijn net naar de Pool & Bear en naar de Bershka geweest. Maar daar is echt helemaal niks leuks. Dus we gaan nu nog naar de H&M. Toch? Oh, maar waarom lopen we dan deze kant op? We gaan eerst nog zo deze straat zo lopen. Oké, ik ben al een tijdje terug van de stad. Want ik ging net even boodschappen doen, want mijn broertje is morgen jarig. Dus ik ging boodschappen doen. Deze jas heb ik net nieuw gekocht. Bij de Sting. En ik ga nu mijn spullen inpakken, want ik ga zo meteen naar mijn vader toe. En dan gaan we vanavond uit.
Yay! En ik ging net foto's maken in de stad. Dus die ga ik zo meteen even op mijn mobiel zetten. Want die had ik met mijn camera gemaakt. En dan ga ik even mijn tas inpakken. Dus dat is mijn planning. En ik ga nu in bed liggen. En ik heb heel veel zilver shampoo gekocht. En ik ga het vanavond uitproberen. Want mijn haar is zo geel. En donker en lelijk. Kijk maar. Die heb ik ook. Oké. Hoe laat is het eigenlijk? Het is nu, hoe laat? Ik heb geen horloge. 5:30. En ik ben met Eve. Oh en met God. Im. En ik heb, daarnet heb ik zilver shampoo gebruikt. En je ziet wel dat mijn haar assiger is. Ik ga even het licht erop doen. Emma M. Oh, nou je ziet het eigenlijk nu niet. We gaan ja, gewoon week vloggen. Maar we gaan straks uit. En hebben jullie er zin in? Ze heeft de bus gemist. Is er nog meer licht aan of vind je het juist beter als het een beetje donker is? Ja, dat is iets boven. Oké. Oh, dit liedje laat je echt aanstaan. Nou, hallo. Welkom bij de vlog van Janet. Hou dit aan. Nou, wij gaan dus vanavond uit. Ja, dan again, altijd. En ik ben mijn stem kwijt. En dit is Janette. En Janette, wat heb je eigenlijk aan? Niks, ik ben loer. Ja, dat moet, dacht ik van wow, 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 wow. Nee, misschien ben je in het haar, ja, misschien ben je in het gek gunst. Ik ga me niet mooi lezen, wat perfect is. Zie je staan daar in de kunst. Dat is wat ik nou niet snap. Juist een man voor haar spijker. Weet je nog dat ik een keer had gevlogd en dat alles schuin was? Ik word gek van haar lach. Ik oh ben zo voor... You, hoe oud ben je geworden? 17. Yay. Pak even je cadeautje. Wacht. Oké, dan ga ik even eten. You. Mooi ding, hoor. Ja. Dankjewel. Lief. Dankjewel. Doe me licht, hoor. Gino. Hey, kom het onder die... Goed, hè? Heel goed, ja. Lekker dat je ook niet voelt. Oh ja, deze is echt heel mooi. Mooi. Kijken joh, draai me zoom. Ik had echt geen jongens. Oké, het is vandaag dus zaterdag 27 januari. Als het goed is hebben jullie vanochtend nog even gezien dat mijn broertje is vandaag jarig. En die is vandaag 17 geworden. En we gingen vanochtend cadeautjes doen en hij is er heel blij mee. Alleen hij viert nu zijn verjaardag bij mijn moeder, dus die is er nu niet. En ik ga zo uit met vriendinnetjes, met Ijfke en Celia. En ik heb echt zilver shampoo gebruikt. Ik heb echt het gevoel dat mijn haar zoveel assiger is geworden. En daar ben ik echt blij mee. Maar we gaan dus uit in Den Haag. En ik heb net mijn make-up gedaan. En Ijfke kon me zo ophalen met scooter. Maar wat we straks eerst gaan doen. Allerleukste dat er is. Temptation Island kijken. Want de eerste aflevering die is er al. Dus die gaan we zo meteen kijken met z'n drieën. En daar heb ik echt super veel zin in. En ik zal mijn cameraatje even meenemen. Want ik ga toch bij C slapen. Dus dan kan ik mijn camera daar gewoon laten liggen. Oh ja, mijn make-up. Ik had gisteren had ik nepwimpers op. Echt geen idee waarom. Maar oké. Okay. En ik heb best wel lange wimpers van mezelf. Alleen mijn nepwimpers... Die waren, ik had te veel lijm erop gedaan. Dus er was heel veel in mijn eigen wimpers blijven zitten. En nu zijn er allemaal wimpers afgebroken. Dus ik heb een beetje kaal. Ja, het ziet er dan heel kaal uit vergeleken met gisteren. Maar ja. Ik ga in ieder geval mijn tas inpakken. Want over 10 minuten komt Ijf mij ophalen. Oké, okay, ik ben bij C. En we hebben net Temptation Island gekeken. En, waar is mijn telefoon, Janet? Weet ik niet. Daar liep je misschien in mijn tas gegooid. Per ongeluk. We hebben dus de eerste aflevering gezien. Nee. En er gingen nu gewoon al mensen gewoon bijna fout. Jij ligt erop. Wat vond je ervan? Niet kikken, niet op de film. Oh, oké, okay, maar dat is toch best wel erg. Het was wel heel erg dat ze nu al bijna fout gingen. Hallo, ja, zoek mijn telefoon. En we gaan zo meteen uit. Maar het is nu bijna half elf. Oh, niks hier. Jezus, oh daar. Er zoekt iemand de telefoon. Eeuw, mijn make-up zit zo lelijk. Echt niet te doen. Ik heb gisteren zo'n leuk video opgenomen. Echt niet te doen. Je gaat echt stuk. Nee. Maar mago 2, hè. Dus dat is echt makkelijk. Ik zie er echt niet uit, kid. Die highlighter. Ik had echt... Weet je wat ik had gedaan? Ik had per ongeluk een... ik wilde een oogschaduwkwast gebruiken. En dan dacht ik, oh, dan is mijn highlighter iets intenser.
Maar het was echt zo'n gouden. Echt zo'n gouden. En nu... Is daar toch donker? Oké, het is vandaag dinsdag. En ik moet zondag, maandag en vandaag de hele dag werken. En ik denk dat ik weer ziek ga worden. Ik zie er ook echt ziek uit, vind ik zelf dan. En ik heb de vlog al een stukje bewerkt. Volgens mij is die niet super lang. Maar ik wilde toch bij deze omdat de vlog eventjes afsluiten. En ik wil echt graag video's maken. Sorry, maar ik voel me gewoon echt niet chill. Dus daarom is het dan ook niet leuk om video's te maken. Maar ik zal zeker mijn best doen als ik er tijd voor heb. Het is niet dat ik het niet meer leuk vind of zo hoor. En maar ja, bij deze wil ik nog even de video afsluiten. En ik zou het toch heel leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En even een duimpje omhoog doet. En dan ga ik mijn telefoon opnemen. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!